Vragen. Waarom lopen de sprookjes zo vol koningen? En prinsessen. Tovenaars. En feeën. Draken. En reuzen. En kabouters die onder paddenstoelen wonen. Dat heb ik nog nooit gezien. Er zijn zoveel mensen in mijn dorp, maar geen enkel is een koning of een draak. Ik denk dat onder de sprookjeskleren gewone mensen zitten, die boven hun stand leven. Het zijn allemaal mensen verkleed in wensen.